Vandaag staan we bij tennisclub De Bontekoe in Leeuwarden. Tennisser Sander Arends is hier als kleine jongen opgegroeid en is inmiddels proftennisser in het dubbelspel. Hij heeft de afgelopen jaren ook alle Grand Slams meegedaan. En al deze ingrediënten gaan ervoor zorgen, dat weet ik zeker, voor een mooi verhaal. Laten we naar binnen gaan en hem vragen om plaats te nemen in de auto. Waar zitten we dan? Ja. Aan de presentatie van de BMW van de Bayern. Dat is een hele mooie auto. Ik ben benieuwd hoe die rijdt. We gaan het beleven. Ja. En ik ben natuurlijk benieuwd naar wat je allemaal beleeft de laatste jaren. Nu je de wereld aan het veroveren bent. Ja. Vertel, hoe is dat begonnen? Want jij bent dan, ik zag het in de intro al, echt de man van het dubbelspel. Ja. Een van de grootste talenten van Nederland, maar ook denk ik in de wereld. Hoe is het allemaal begonnen? Wanneer ben je begonnen te tennissen en hoe is dat ontstaan? Ja, nou ja, eigenlijk in het kort, ik kom uit een tennisfamilie. Mijn vader heeft heel lang een tennisbedrijf gehad, Pro Tennis, wat later Approach werd. En uiteindelijk Challenge. Ja, mijn moeder had een kapsalon, maar stond ook graag op een tennisbaan. Ja? Ik heb een 6 jaar oudere zus die altijd ook heel graag mocht tennissen en regionaal ook een lekker balletje kon slaan. Die is uiteindelijk de medische wereld ingegaan. En zodoende, ik was vanaf jongs af aan eigenlijk al begonnen met foamballetjes en tegen de deuren slaan en tegen de schuurtjes slaan. Het zat er al heel vroeg in. Het zat er al heel vroeg in. Ja. Ja, ik was helemaal gek van eigenlijk heel veel balsporten. Maar tennis, dat was bij mij. Dat was echt dat nummer 1. En keek je die tijd al heel veel tennis zelf of boeide je dat niet zoveel? Wat anderen deden? Ik kijk wel op tennis, maar ik kijk nu eigenlijk voornamelijk dubbelspel. En dat doe ik vooral op een manier om te kijken van jongens, wat doen andere koppels? Als je voorkennis hebt wat andere koppels graag doen en wat ze niet graag doen, ja, dat is wel mooi. Ja, uiteraard, ook om je strategie erop aan te passen. Je weet op een gegeven moment waar hun sterke en zwakke punten liggen, neem ik aan. Ja, nou ja, goed, dat is wel, ik bedoel, dat zie je denk ik in heel veel sporten, waar mensen speciale analytici zijn, om teams te gaan bekijken van oké, hoe gaan ze spelen? Ja. Wij moeten dat voornamelijk zelf doen. Ja. Als wij een trainer mee hebben, dan natuurlijk doet hij ook een bepaald werk voor ons. Maar ik ben toch best wel iemand die in dat opzicht graag de touwtjes in handen heeft. Wat ook eigenlijk een van mijn sterke punten is, het tactische en het, daarnaast ook het mentale gedeelte. Ik mag misschien niet het allergrootste talent zijn. We hadden eigenlijk, niemand had verwacht, inclusief mezelf, dat ik dit zou kunnen bereiken en wie weet nog meer kan bereiken. Maar misschien weet je ook nog niet volledig jouw potentie, want dat leer je op een gegeven moment ook pas kennen, denk ik. Je weet niet of op een gegeven moment al van dit is alles wat erin zit. Nee, tuurlijk. Kijk, als je even heel kort mijn levenspad eigenlijk ziet. Ik ben dus begonnen op mijn 4e. Heb in de jeugdjaren tot en met 12, tot en met 14 redelijk hoog gestaan. Tot en met 12 4e, tot en met 14 8e. Tot en met 16 ben ik eigenlijk een beetje gestopt met de jeugdtoernooien. Omdat daar best wel een cultuur heerste van winnen, rankings, ouders en coaches die er veel druk op zetten. Want hoe hoger je stond, kwam je in aanmerking voor interlands. En, voor sponsoring. Dan wordt de druk natuurlijk ook extra groot, waardoor je misschien wel blokkeert. Ja, nou, ik ben iemand die kijkt voornamelijk niet naar resultaat. Uiteindelijk word je erop afgerekend, dat is hetgene waar het om draait. Maar proces eronder is zoveel belangrijk. Maar dan, als je meer op proces focust, dan kun je er ook meer van genieten, lijkt mij. Omdat je altijd weer kleine stapjes maakt en dat kan je ook energie geven. Nou, ze zeggen altijd van the journey is way more important than the destination. En daar geloof ik. Ja, dus daar geloof ik ook. Ja. Dus op een moment gewoon dat je, nou ja, weet je, dat je echt bezig bent met doelen stellen, korte termijn, middellange termijn, lange termijn, dan kan je jezelf en die doelen smart maken, dus meetbaar maken en tijd realiseren, het moet realistisch zijn. Weet je, dan als je dat doet, dan ben je heel bewust bezig met je proces. En dan kan je zeggen, oké, dit kan beter, dit gaat er goed. En dan kan je eigenlijk ook ervan genieten. Van, ja. We zijn dit aan het bereiken, we zijn dat aan het bereiken. En het is belangrijk om een droom te hebben. En die droom die is pas eigenlijk gekomen, heel eerlijk, op mijn 22e. Ja?
Dat is vrij laat. Vrij laat, ja. Nou ja, ik was, om het even heel kort af te maken. Ik was tot en met 16 stopte ik eigenlijk van de jeugdtennis. En ging ik richting, richting de senioren, maar regionaal. Niet met de intentie om echt daadwerkelijk proftennisser te worden. Toen heb ik om mijn 18e ben ik een jaar naar Enschede gegaan, op Luttinghuis, naar Approach toe. Ja. En toen heb ik een jaar lang heb ik eigenlijk gewoon getennis en gekeken van oké, wat zit erin. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb 130 wedstrijden gespeeld, wat echt heel veel is binnen Nederland. Toen ben ik gaan studeren aan de RUG, bedrijfseconomie in Groningen. En toen kwam ik eigenlijk achter op een gegeven moment van, ik vind tennis toch wel heel erg leuk. Het eerste jaar was ik heel serieus, het tweede jaar totaal niet. Ik woonde in het centrum in Groningen, hartstikke leuk. Hij hoort er ook even bij. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Weet je, dan kan je gewoon, iedereen moet die dingen uiteindelijk. Ja, en moet je jezelf ontdekken. Ja. Ja. Dus, toen hebben mijn ouders wel gezegd van, weet je, want ik maakte een beetje een potje van als ik heel eerlijk ben. Hebben wel gezegd van oké, wat vind je echt leuk om te doen? Ja. Tennis is gewoon mijn passie. Ja, ja. Dus toen ben ik gaan tennissen helemaal niet met de gedachte van nou, ik ga de top beklimmen of zo. Maar gewoon het beste uit mezelf. Ja, maar dat is denk ik ook, wat dat zeg ik ook wel, dat je moet jezelf uitdagen. Niet een ander als concurrentie, maar meer jezelf. Dat je groeit. Ja, persoonlijke groei, dat is het mooiste in het leven. Ja, ik geloof echt heel erg dat als jij 100% ergens voor gaat, ook al lijkt het ver weg, dat je eigenlijk alles kan bereiken. Ja. En dat zeg ik ook altijd. Ik doe veel met kinderen en dan zeg ik het ook, blijf dromen en blijf ook stappen maken. Ja. En omring je met mensen zul je ook hebben die jou ook verder kunnen helpen. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk ook altijd genoeg, zul jij misschien ook hebben gehad, mensen die je eerst zeggen, ja maar dat gaat jou niet lukken jongen, dat kan toch niet. Er zijn zoveel mensen die tennissen, of heb je dat nooit echt zo ervaren? Nou ja, ik kom natuurlijk, ben geboren en getogen Leeuwarder, Fries, en daar ben ik ook heel trots op. We zijn lekker nuchter volkje, hè? Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Wat ik heel fijn vind, hard werken, voor elkaar zijn, loyaliteit, hè? Dat zijn dingen, integriteit, dat zijn ook mijn twee belangrijkste kernwaarden persoonlijk. Maar het is ook een volkje wat zegt van, nou weet je, doe maar gewoon lekker rustig. En het durven dromen, dat is eigenlijk in die zin erin gebracht door mijn trainer Gerard van Hellemond. Oorsprong in Rotterdam. Oké, dat is een andere mentaliteit. Ik heb nu een soort van mix, waarbij de basis absoluut het Friese is. Met af en toe een westelijk sausje erover. Ja, maar dan heb je het beste van twee werelden. Nou ja, goed, wat is het beste? Kijk, je wordt opgevoed in principe door je ouders of iemand in je nabije omgeving. Ja, en dat zijn in principe je waarden, je kernwaarden. En ik denk dat daar niet iets goed of iets slechts aan zit. Nee. In de zin van, dit is, zo moet het. Hè? Iedereen moet lekker vrij daarin zijn. En moeten mensen om zich heen verzamelen. Zowel op relatiegebied als gewoon inner circle, als privé, als werk. Je moet de mensen bijzoeken waarbij je gewoon veilig voelt. Ja, ja. Hè? Omring je met mensen van dezelfde bloedgroep. En de bloedgroep bedoel ik dezelfde values, dezelfde normen en waarden. Nou ja, zolang je dat doet, dan denk ik wel dat je het maximaal uit jezelf kan halen. Ja. En blijf jezelf, want dat is dus die cirkel waar je dan in blijft. Blijf jezelf wel ontwikkelen en uitdagen. Dus zorg ook wel dat je voldoende prikkels krijgt en ook uit je comfortzone durft te stappen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is, vind ik wel mooi van Friesland. Er zijn veel Friezen die zeg maar toch dan even het uitstapje maken. Ja, ja. Weet je wel, daar dan de wereld ontdekken en dan uiteindelijk toch weer terugkomen. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, dat doe jij natuurlijk nu ook. Ik zag op Wikipedia, je hebt alle vier Grand Slams al meegemaakt. Ja, Grand Slams is natuurlijk... Zullen we een sport zetten, Sander? Ja, lijkt me heel goed. En, want we zitten nu, we mogen nu nog... Het is geen snelweg, maar... het is wel bijzonder natuurlijk dat je dat al hebt ervaren, al die sferen van die Grand Slams. En dat enkelspel, daar heb je ook een tijdje heb je daar, ik zag op Wikipedia dat je daar ook mee bent bezig geweest. Maar wanneer heb je gekozen echt voor dubbelspel? Dat is het einde van 2015 geweest. Dus eigenlijk op een moment, het kwam door mijn rankingverschil. Ik stond 1050 in de single en ik stond 150 in de dubbel. En je hebt drie verschillende niveaus in de tenniswereld. Dus je begint in de futures, wat het laagste niveau is. En daar moest ik in de single nog kwalificatie voor spelen. Dat is gewoon een jungle. Dat is echt overleven. Dan word je met jezelf geconfronteerd. Er is niks voor je geregeld. Je moet alles zelf doen. Echt alles.
Dus dat is gewoon twee gladiatoren stappen in de ring en eentje komt er sterk uit en de ander die is gewond. Ja, ja, ja. Dus, oh, je moet het verplicht lezen. Ja, dat is ik ben heel lijn met de richtingaanwijzers, maar het is alleen maar goed, dan moet ik het verplicht doen. Ja, maar hiermee kun je dus, als je zou willen appen, dan kan het nog niet helemaal misgaan. Je kan niet uit de baan vliegen, zeg maar. Nee, maar wij zijn verantwoordelijk bezig toch, Gerard? Ja, dat zijn we ook. Dus, maar bij wijze van. Ja, is echt, op zich is dat natuurlijk goed. Ja. Dus, en in de dubbel zat ik al een niveau hoger, de challenges. En ja. Daarboven heb je dan de ATP's. En als je in de ATP's zit, heb je goede kans op 70 om Grand Slams te komen. En nou ja, goed, dat zijn op een gegeven moment keuzes die je moet maken. Van oké, ga ik een niveau hoger spelen tegen betere spelers en daardoor ook beter ontwikkelen. In challenges wordt bijvoorbeeld je hotel betaald. De organisaties zijn veel beter. Weet je, je speelt af en toe in een stadion van waar in Frankrijk bijvoorbeeld weer een finale. Mijn eerste challenge finale is in Moerenrolk actief. Ook een plaatje. Maar het ligt bij Nantes. Maar staat er gewoon 3.000 tot 4.000 mensen. Ja, dat is natuurlijk, dat geeft een enorme adrenaline kick. Dat wil ik wel geloven. En dan wil je het ook weer opnieuw beleven. Want ja. Dat is natuurlijk iets van, denk je, als je dat eenmaal hebt geproefd, hier wil ik meer van. Ja, dus nee, dat is hartstikke gaaf, joh. En dat is op een gegeven moment de keuze die je moet maken. Mijn trainer was niet zo blij. Die vond dat ik veel verder had kunnen komen in de single. De combinatie is eigenlijk niet mogelijk. Oké. Okay. Omdat ja, je kan niet meer singelen. Want je speelt een toernooi hoger, dus je kan niet meer singelen. Je komt daar niet meer in. Nee, ik snap het. Je moet dus echt de keuze maken van welke vlucht pakken. Ja, ja, dus ik heb daar een keuze gemaakt, oké, ik ga volledig voor de dubbel. Misschien redelijk vroeg, want ik ben pas in 2013 eigenlijk begonnen. 2015, dus ik heb mezelf maar 3 jaar de tijd gegeven. Maar ja, weet je, aan de andere kant, we zijn nu 2020. En als je ziet wat het mij gebracht heeft, hè, onder andere de 4 Grand Slams, ABN AMRO, Rosmalen. Ja, nou ja, goed, weet je, het is allemaal relatief. Kijk, heel eerlijk, als je alles bekijkt met alle toestanden op dit moment, met de corona, et cetera. Ja, dat is, maar dat raakt jou waarschijnlijk ook in jouw spelen nu de komende tijd. Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben gewoon werkloos de komende 6,5 maand. Kijk, het is de ATP-tour, dus de organisaties van de internationale tennissers. Ja, die hebben alles geannuleerd. Net eigenlijk als alle sportbonden. Oké. Okay. Dus er worden geen toernooien gespeeld tot 27 april. De nationale bond heeft gezegd van oké, tot 31 maart ligt in Nederland er ook alles uit. Dus ja, het is even afwachten hoe alles gaat. En dit is een unieke situatie die in de historie nog niet voor is gekomen. Nee, nee. Helaas hebben wij geen opvangnet. We zijn zzp'er. We hebben een eigen bedrijf daar. Ja, dus een eenmanszaak. Dus het is allemaal even kijken hoe het allemaal moet komen. Vaste lasten draaien natuurlijk door. Ja, en niemand weet... het belangrijkste is, Gerard, kijk, iedereen heeft er last van. En het belangrijkste is dat uiteindelijk de gezondheid staat voorop. Ja, ja, geld is maar een ruilmiddel. Alleen het is wel een verdomd handig ruilmiddel. Omdat je het in bepaalde investeringen nodig hebt. Ja, absoluut. En ook natuurlijk, want je moet natuurlijk de hele wereld rond. En het is zo van, je moet huisvesting hebben, je moet masseurs hebben, neem ik aan. Dus er speelt, wat je ook zei, op een gegeven moment, als je wilt groeien, dan heb je natuurlijk ook mensen om je heen nodig. Ja, die gaan het niet alleen doen. Ja. Dus ik doe in mijn eentje, ga ik de top 10 van de wereld. Nee, nou ja, goed, als je single doe je het zeg maar soort van alleen, maar heb je ook een heel team mensen om je nodig. Ja, en dat is in het dubbel natuurlijk niet anders. Alleen dan heb je nog een extra dubbelpartner. Dus dat is al heel gek, hè? Dat huwelijk eigenlijk. Wat je ziet je dubbelpartner vaker als je eigen. Ja, ik snap het. Dus ja, weet je, het is. Maar dat is ook echt aftasten, denk ik, met dubbel. Want dat is het enkel. Dan kun je zeggen, oké, ik kan gewoon helemaal zelf beslissen wat ik op dat moment doe. Ja. Je moet echt allebei natuurlijk een goede doel zijn. Ja, ja, en dat is de verantwoordelijkheid die je voor elkaar hebt. Hè. Ja. Dus je bent verantwoordelijk voor elkaar. Dus je bent in die zin, als jij mijn dubbelpartner bent. Al mijn doen en laten in mijn leven, op de baan, maar ook buiten de baan, dat is allemaal verbonden, is in principe, wat ik doe, doe ik ook voor jou. Ja. En dat moet je wel realiseren in het dubbelspel. Dat je dus niet alleen meer jezelf ermee hebt, maar dat je dus ook... Verantwoordelijkheid neemt voor die ander. Precies. Ja. Weet je, uiteindelijk, wij zorgen voor elkaars inkomsten. Wij zorgen voor elkaars uiteindelijk persoonlijk geluk. Weet je, dus het is heel belangrijk om nauwkeurig daar een partner in uit te zoeken. Die daar aansluit. Dus ook bij je persoonlijke waardes aansluit. Maar uiteindelijk ook op een tennisbaan aansluit. Zodat jij, ik ben bijvoorbeeld gespecialiseerd in het netspel. Ja. Ja, in netspel kan ik alleen uitoefenen wanneer ik daar de kans voor krijg. Dus dat iemand die naast me staat mij in een positie brengt om gevaarlijk te worden bij het net. Dus op het moment dat jij ook heel goed in netspel bent, dan hebben wij twee speltypes die ongeveer gelijk zijn. Ja. Maar ja, wie gaat dan wie in stand brengen? Nee, ik snap het. Dus complementair zijn is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Dus ja, je kan het heel erg vergelijken met een privérelatie.
wat je, het is, ook daar moet je complementair aan elkaar zijn. En ik denk ook dat je, dat zie je in ja, gewone relaties ook, dan moet je ook allebei potentie hebben om door te kunnen groeien. Want als de ene op zijn tak zit en de ander niet, lijkt mij, dan zit je ook. Ja, ambitie, echt, weet je, ja, ambitie. Ja, ja. Ik ben dan 28, maar ik ben zo, ik ben een laadbloeier, dus ik ben laat begonnen. Als je ziet wat voor stijgende lijn ik bij wijze van spreken de afgelopen jaren gemaakt heb, daar zit nog altijd groei in. Ja. Ik vind het ook belangrijk. Ik hanteer twee dingen, vind ik altijd, twee P's vind ik heel belangrijk. Simpel gezegd, plezier en progressie. Het allerbelangrijkste plezier. Ja, ja, dat klopt. Ja, want anders dan... Die passie is zo belangrijk. Ja, ja. Als je het niet leuk vindt, ja, met alle respect. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik doe het voor het geld. Ja, ik denk, nee, als je voor persoonlijk geluk, ja, dat, ja, dat niet, ja, nee, dat maar is, dat is een persoonlijke mening. Maar dat geloof ik zelf ook. Want dan is er geen grens, dan kun je altijd door. Ja. En het tweede is progressie. Ja, ik wil elk jaar, en dan hebben we het weer in het begin over die smart doelen. En doelen stellen van, weet je, beter worden. En daarin ook in tennis, ja, hoe is dat, hoe kan je dat meten? Kan je dat meten omdat je dan harder gaat slaan? Weet je, het is best wel moeilijk om dat eigenlijk te zien. Alleen er zijn zoveel facetten. Hè. Je hebt tactisch, je hebt technisch, je hebt mentaal, je hebt conditioneel. Weet je, en in die vier facetten, dat is nog heel groot, heb je allerlei specifieke dingen die je daarin kan trainen. Ja. En dat is het, vind ik het meest interessante eigenlijk van het tennis. Is het feit, ook dat persoonlijke verhaal, door al dat reizen, je ziet natuurlijk veel, maar voor, ja, die mensen, ja, zeggen altijd, jij ziet veel van de wereld. Nou, je ziet vooral heel veel vliegvelden, hotels en tennisbanen. Ja, dat is het beeld, het romantische beeld dat mensen hebben, die jou natuurlijk niet volgen, maar die alleen de beelden zien dat je weer ergens hebt gespeeld. Ja, maar goed, ja. Nou, weet je, je hebt ook bijvoorbeeld muziekartiesten. Die ziet alleen maar zijn optreden. Ja, ik zeg, ja, oh, ja, mooi, ja, ja, 30.000 man. Ja, en dan snap je niet dat ze soms er doorheen zitten. Nee, hoe kan het nou? Elke dag feest. Maar dat is natuurlijk alles eromheen. Dat kost heel veel tijd en energie. Ja, het is een levensstijl wat je ook moet liggen. Ja. Dus het is een levensstijl in de zin van... Kijk, ik heb vorig jaar 32 toernooien gespeeld. Dus 32 weken in het buitenland. Nou, dan heb ik... mijn roots ligt in Leeuwarden. Familie, vrienden. Uiteindelijk mijn vriendin komt uit Veewoude. Maar die werkt voor haar werk, zij is endocrinoloog, werkt ze in Leuven. Ja. Nou ja, op het moment dat jij in Leuven werkt en in Leeuwarden woont, dan kan je niet. Dus wij wonen ook in Leuven samen. Ja. Nou, en mijn trainer, dus Gerard, die zit in Den Haag, die heeft een eigen park op Leeuwenberg. Ja. Dus ja, als jij geografisch gaat bekijken, Leuven, Den Haag, Leeuwarden, ja, dat is gewoon, dat is ook best pittig. Alleen ja, aan de andere kant, op het moment dat jij... Weet je, dan moet je tegen kunnen. En dan moet je relatie, dus mijn vriendin, ja, die moet ook tegen kunnen. En zo stimuleren wij elkaar. Zij stimuleert mij in het feit dat ik veel weg ben. En ik stimuleer haar in het feit dat zij graag een leven daar wil. Ja, ja, ja. Maar dat hoort ook zo in een relatie, denk ik. Dat je elkaar gewoon ruimte geeft om beide te groeien. En ook samen uiteindelijk natuurlijk naar iets toe te gaan. Ja, en uit de koffer leven. Ik zeg altijd, mijn auto is mijn huis. Of mijn koffer is mijn huis. Ja. Dat is eigenlijk ook letterlijk zo. Want ik weet nu, ik weet normaal gesproken niet waar ik volgende week ben. Maar ja, nu door deze toestanden weet ik het al helemaal. En want ja, het is 6,5 week. Ja, ja. Maar ik hoor geruchten 12 weken. Ja, ja, weet je, we weten het allemaal niet. Want dat is het, denk ik ook, daar waarom mensen dan zo gek gaan hamsteren. Omdat ze zien scenario's wat ze misschien kennen uit films. Ze denken, oh jee. Ja, ik zou eigenlijk graag de mensen willen oproepen. Kijk, wij hebben de oplossing ook niet in huis. Maar om in ieder geval rustig te blijven en logisch te blijven nadenken. Ja. En ja, dan gaan we wel bekijken hoe deze situatie zich gaat vorderen. We moeten, denk ik, afgaan op de experts. Die hebben er verstand van. Hè. We hebben wel een bepaald onderbuikgevoel. En dat is ook niet erg om dat te volgen. Nee, nee. Om dicht bij jezelf te zijn. Alleen moeten we vooral niet in paniek raken. Want juist die paniek, ja, die veroorzaakt de onrust. Ja. En uiteindelijk ook economische instabiliteit. Weet je, als op een gegeven moment, als we het geld bij wijze van spreken ook bij ons gaan houden, ja, dan draait de handel niet meer. Nee, dat is de afstel. Je creëert uiteindelijk de ondergang zelf. Ja. De angst creëert het. Maar ja, dat is natuurlijk in heel vaak situaties zo. Dat als je het later bekijkt, dat je denkt, ja, die angst speelt een mega grote rol bij alles. Ja, het speculeren ook. En ja, goed, aan andere, weet je, blijf vooral dicht bij jezelf. Doe wat je belangrijk vindt. En verzorg goed de mensen ook om je heen. Weet je, want juist in deze tijden, als je geïsoleerd wordt vanwege dit virus, ja, dan is het ook wel belangrijk. Je moet de hygiënemaatregelen goed in acht nemen, dat is ook belangrijk. Hou goed afstand, zorg dat je handen goed wast, et cetera. Maar blijf gewoon zorgen voor de kwetsbaren. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je dit verantwoordelijkheid neemt. Want wij kunnen wel makkelijk zeggen van, ja, wij kunnen niet snel doodgaan, maar ja,
wij hebben natuurlijk ook goede conditie. Jij ja. Zeker. Ja, nou ja, goed. Wat is uiteindelijk conditie als je iets overkomt? Ja. Kijk, ik ben er persoonlijk niet zo bang voor. Maar ja, uiteindelijk als ik het virus wel meedraag, dan kan ik anderen weer mee besmetten. Dus het is ook voor ons is het gewoon heel erg belangrijk dat wij maatregelen nemen. Ja, je neemt ook maatregelen natuurlijk. Ja. Ook als jij op trainingsveld bent, dat je dan ook, als je je niet lekker voelt, dat je daar ook niet meldt. Ja. Kunnen wij via... Ja, we kunnen hier... Veel krachten hier op terug. Ja, ik denk dat je het beste... deze pak erachter, ja, kan wel. Ja, ja dat kan wel. Ja. Als jij wat harder rijdt, dan zijn we tijd in Leeuwarden. Ah, dat komt helemaal goed. het is een hele fijne auto om in te rijden. Ja, ik merk het bij mezelf. Ik heb dan die M2. Alleen deze is gewoon veel comfortabeler. Ja, veel comfortabeler. Alleen dit geluid is dan voor het grote deel van digitaal geluid. Dus niet het echte geluid. Ja. Dus je hebt het idee van wow, er gebeurt wat. Ja. Bij die M2 was het ook echt dat je dan brulde de hele auto. Dan ging je zo achterover. Ja. En dan brak ik ook altijd wat weg in die auto. Dat heb je hier ook veel minder. Het is allemaal steeds beter uitgevoerd. Alleen dat dit echte racegevoel, ook al is deze super snel, heb ik hier veel minder. Ja. Maar ja, hier kan ik gewoon afstanden mee maken naar Frankrijk of verder, als het straks weer kan. Ja. En dan zonder dat je last van de rug krijgt. Want ik denk ook, jij houdt daar zelf ook rekening mee natuurlijk. Met je conditie van je lijf. Ja, tuurlijk. Het is belangrijk. Ja. Kijk, mijn schema dit jaar is in de eerste twee maanden was, ik ging niet kort voor oud en nieuw ging ik weg. Ik ben een maand in Australië geweest, wat een bijzondere ervaring was vanwege de bosbranden. Daarna ben ik vanuit Australië ging ik door naar India. Vanuit India ging ik dan terug naar het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Toen wilde ik een toernooi in Koblenz. Ja. En daaruit ging ik naar Santiago, Chili, Zuid-Amerika en weer terug. Ja. Dus jij in 5,5 week, 5 seconden tijdzones. Ja, dan is het belangrijk om je lichaam goed te onderhouden. Dus bijvoorbeeld compressiesokken draag ik dan. Dat ik een extra zeg maar, beenruimte, leg space. Ja, dat is natuurlijk voor jou of een premium economy of economy plus. Weet je, op het moment dat ik naar toernooien ga, zijn dat wel de extra dingen waar je moet investeren. Kijk, en mensen zien dat niet direct, maar wanneer ik dan terugkom van Santiago terug naar Nederland, ja, dan mijn plan was voor deze coronavirus überhaupt om 3 weken niet te spelen. Dus dan reis ik gewoon in economy. Dat is dan minder ideaal. Ja. Maar zo moet je bewuste keuzes daarin maken. Maar is het ook zo als je stelt dat je top 10 komt, dat het dan business class wordt? Dus heel eerlijk, ik zit nu op dit moment tussen weet je, te groot voor het vet, te klein voor het tafellaken. Zo zie ik het. Ja. Weet je, mijn ranking schon is nu 78. Ik was vorig jaar de meest succesvolle challenger speler, dus het tweede niveau wereldwijd. Met 11 finales en uiteindelijk 60 winstpartijen in het hele jaar. Ja, kijk, en als je in die challenger speelt, dan worden de hotels wel vergoed, maar prijsgeld ligt gewoon heel erg laag. Je mag blij zijn eigenlijk als je uit de kosten komt. Ja, als je een stap hoger kan spelen, ATP, dan heb je automatisch, de prijsgeld ligt daar zoveel hoger, dat je gewoon veel makkelijker uit de kosten komt. Ja. En dat je daardoor dus ook gewoon kan bepalen van oké, ik neem coaches mee, ik neem een fysieke trainer mee, ik neem een fysiotherapeut mee. Weet je, dus er zijn wel een aantal extra opties waardoor je proces, waar we het over hebben, sneller gaat. Waardoor je sneller beter wordt. Dan kun je zelfs in de business class kun je nog gemasseerd worden bij wijze van. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Ik zie het al voor me. Het is ook als je business class vliegt, wat ik tot nu toe nog niet gedaan heb. Maar als je business class vliegt, dan kan je gewoon lang uit. En heb je minder hersteld. Ik ken het, maar dat is, ik weet ook hoe duur het is en ik doe het pijn ook nooit. Maar als je het dan doet, dan kom je toch echt een stuk relaxter aan. Ja, nee, dat ben je natuurlijk. En dat speelt zich ook weer mee in het feit van oké, hoe kan ik uiteindelijk presteren? Ja. Dus ik wil heel graag die stap zetten richting die ATP. En daar is gewoon een plek minimaal top 60, maar eigenlijk top 40 voor vereist. Ja, en dat is het project waar ik nu ongelooflijk hard mee bezig ben om gewoon nog beter te worden. Ja. En de komende tijd, dat zal een trainingsperiode worden. En op zich, ik probeer eigenlijk altijd een soort van om te denken. Ja, dat is ook. Van oké, het is natuurlijk, de situatie is niet ideaal. Ja, iedereen heeft die situatie. Maar wat gaan we ermee doen? Dat er andere spelers zijn die nu voorsprong pakken. Nou ja, ik hoor geruchten van mensen die zeggen, ik ga op vakantie of weet je wel. Nou, ik ben juist iemand die zegt, oké, dan gaan we nu nog harder aan de slag. Ja. Weet je, ik heb een aantal technische verbeterpunten, bijvoorbeeld mijn service. Ik ben dan 1,96, maar ik serveer eigenlijk niet zo hard.
Nou ja, daar kan je in dit soort periodes aan werken. Ja, natuurlijk. Want als jij een techniek werkt tijdens toernooien, dat gaat niet werken. Nee, maar ja, er zijn geen toernooien op dit moment. Nee, dus hetzelfde als fysiek. Van, ik kan nu in één keer fysiek in één keer een aantal dingen doen. Ja, die ik helemaal niet gewend was. Of gewend, maar die je normaal in de pre-season doet. Nou ja, het nu seizoen, kan het. Het seizoen loopt van januari tot november. Dus je kan het in principe alleen in december doen. Ja. En nu krijg je een gratis tijd, gratis ja, blok. Ja, maar dat is ook het mooie wat je zegt, omdenken. Je moet gewoon weer anders gaan kijken. Ja. En ja, je moet het normaal. Maar dan zie je natuurlijk ook bij bedrijven. Die hebben nu een kans, ik merkte het omdat ik overal bij bedrijven kwam. Die gaan nu zeggen, ja, nu moeten we maar eens wat meer gaan kijken. Hoe gaan we de mensen leren meer digitaal te werken. Ja. Want dat is, ik denk dat als je dit terugkijkt over een aantal jaren, dat je zegt, er zijn een aantal dingen veranderd. Dat hoop ik wel. Ja, en in de positieve zin. Ja. Ik hoop uiteindelijk dat we door deze pandemie wel iets gaan leren over onder andere persoonlijke hygiëne. Dus dat het in de toekomst bij andere ziektes, ja, dat het minder vol gaat komen. Ja. Goed, en daar zijn we allemaal, zijn we daar verantwoordelijk voor. Maar nu knallen we even. Ja. We zien hier meteen alweer het wacht 100. Ja, dat is een beetje jammer, hè? Eigenlijk, je ziet officieel is het nog niet. Hij geeft ook die gele dingetje, ik kan nooit. Maar het is voor mij en misschien ook voor jou even wennen. Als je hier altijd 130 mag en niet 100. Ja. Dat is niet eens misschien de tijd wat je extra pakt, maar het is meer de beleving. Ja. Ja, het is. Het is een nieuwe het is een nieuwe maatregel. En we zullen eraan moeten houden. Ondanks dat het misschien. Ik denk dat het qua tijd allemaal nog wel mee zal vallen. Maar inderdaad, de perceptie, de beleving die je hebt als rijden, dat wil je graag toch. Ja, zeker nu de auto's natuurlijk steeds sneller worden, steeds stiller. Je hebt in dit soort auto's een snelle beleving dat het hard gaat. Dat heb je vroeger wel met auto's, dan had je wel heel snel die snelheidsbeleving. Ja. Maar ik denk toch, deze kan het in theorie kan niet al. Dat je gewoon met die knopjes hier kun je zeggen van zelf rijden. Alleen dat staat in Amerika wel aan, maar hier niet. Ja. Hij zou net als Tesla ook op snelweg autonoom kunnen rijden. Ja. Maar denk, zet het nu maar aan. Ja. Ja, het is allemaal verzekering technisch. Ja, dat is het. Ja. Dus, maar misschien dat het ook door dit soort dingen wat sneller gaat. Dat mensen denken, ja, laat ik het dan maar. Want ja, als je het toch niet zo snel mag, dan is het wel lekker dat je dan wat chill rijdt. En dan zou het in de toekomst ook kunnen zijn dat je gewoon op de achterbank zit. En dat je ook een andere inrichting van een auto krijgt. En dat je dan lekker even wat anders kunt doen. Ja, nou ja, als je kijkt hoe hard de technologie de afgelopen jaar is gegaan, dan zou ik dat allemaal niet uitsluiten. En je ziet ook als je dit ziet met mijn M2, dat is een hele vooruitgang in techniek weer. Dus in die aantal paar jaar is dat ook enorm veranderd. Ja. Dus dat is ook, dat zie je natuurlijk op alle vlakken. En dat zie je denk ik ook wel in jouw sport. Dat is natuurlijk ook voor een groot deel technologische ontwikkelingen, schoenen. Technic Fiber pak aan. Goed. Technic Fiber is mijn persoonlijke sponsor van vele jaren. Eigenlijk al voordat ik doorbrak. Dus dat is, als je het over loyaliteit hebt, vind ik dat ook heel belangrijk. Daarnaast qua schoenen, Case Swiss ondersteunt mij daar heel erg in. Weet je, en zonder dit soort sponsoren. Kan je bijna eigenlijk niet doen. Weet je, ook omdat je juist nog in die challenges zit, zijn de mensen daar heel erg belangrijk in. Dus vanuit daaruit, ik ben iemand ook van het verbinden. En het bekijken van hoe kunnen we elkaar sterker maken. Je hebt een old business model, noem ik dat dan altijd. In de zin van we kunnen ergens een logo plakken of een training geven. Maar ja, ik weet niet. Dat voelt voor mij als je het over technologie hebt. Nee, dat ben je old school. Dat ben ik helemaal niet eens. Dus ik ben veel meer van oké, jongens, als we waarde kunnen creëren bij jou, hoe kunnen we dan direct waarde creëren voor de tegenpartij? En dat is bijvoorbeeld vanuit het merk Friesland, regio Friesland, kunnen we daar bijvoorbeeld heel veel aan doen. Ja. Weet je, en zo zijn er natuurlijk een aantal facetten die daarin heel erg interessant zijn. En dat is misschien niet geld wat je meteen terugziet in je portemonnee, maar het maakt of de sport groter, uiteindelijk het merk maakt groter. Je creëert een netwerk daarmee. En vanuit die gedachte, door elkaar verder te helpen. Maar dan moet je wel met mensen doen, nogmaals, met dezelfde bloedgroep. Want als jij investeert uiteindelijk in mensen die gewoon denken, oh ja, maar dan heb ik een mooi in mijn zak en dan kan ik meteen dit mee doen en klaar. En weet je, dan gaat het niet werken. Nee. Dus, maar als jij de juiste mensen daaromheen verzamelt en mensen die daar zich ook, zeg maar, je voelt al heel gaaf als je met elkaar praat van, hey, hoe denkt iemand? Hoe zit iemand ook? In elkaar, wat voor systeem heb jij? Ja, je voelt het. Ja. Als iemand naar de wereld kijkt, wat zijn waarden zijn. Het metaprogramma, hoe iemand georganiseerd is. Ja. Dus uiteindelijk hoe iemand opgevoed is. Of hoe iemand dan
groot geworden is. Ja, en dat is wel. Dat is heel interessant. En ik geloof er dus in dat als jij waarde kan creëren, ja, dan Dan kom je samen verder. Ja, en dan gaan in één keer, het zijn dingen voor mogelijk. Dus als je het over dromen hebt, dan zijn dingen voor mogelijk die je misschien helemaal niet voor mogelijk hebt gehouden. Nee, maar dat geloof ik ook. Want als je echt, ook wat je straks zei, persoonlijk wilt groeien, dan merk ik bij mezelf ook, dan kom je weer in nieuwe werelden. Ja. Openen zich weer nieuwe deuren. Ja. Maar elke keer als je weer een stapje verder maakt, dan geeft het ook weer een stukje power. Ja. Dat yes, dat hebben we weer gedaan. Ja, nieuwe prikkeling. Ja, dat is wel mooi. Ja, nieuwe prikkeling. Ja, want anders dan word je een beetje verdoofd als je nooit meer. Ja, dat maakt het heel simpel. Het maakt de hormonen aan. Ja, eigenlijk. Dat je dopamine, endorfine, adrenaline, oxytine, weet je, dat zijn uiteindelijk de hormonen in jouw lichaam die jou blij maken en die jou productief maken. En waardoor je happy voelt. Ja, en ik heb al het idee, in Zweden hebben ze een heel mooi model, dat in plaats van 8 uur werken ze rond 6 uur. Ja, klopt. Omdat ze zeggen van, nou ja, productiviteit wordt dan echt verhoogd. Omdat mensen zich daardoor fijner voelen. Ja, ik geloof maar eigenlijk andersom, ze voelen zich fijner en daardoor worden productiviteit. Ja, maar daar ben ik ook altijd voor geweest. En dat zie ik overal. Als mensen te veel in het harnas zitten, dan gebeurt er niet zoveel. Ja. Ze moeten juist die vrijheid krijgen, maar dat durven loslaten hoor. Dat is vaak het systeem waar ze in zitten, die dat niet mogelijk maakt. Ja, oké, maar dan moet je gaan kijken of je die kaders op het systeem allemaal Ja, daar ben ik zelf dan ook mee bezig. Met mijn werk ook, waar ik elke dag naar kijk. En dan gewoon kijken van, jongens, waar zit het er nou in? Ja. En dat zijn keuzes die je uiteindelijk maakt, hè, zelf. Kijk, soms is dat lastig, omdat je in een privé situatie zit die dat niet mogelijk maakt. Omdat je bijvoorbeeld een gezin hebt en direct brood op de plank moet komen. Kijk, dat is niet altijd eenvoudig. Of het is, net zoals met wielen, dat je sommige angsten hebt die daar niet zijn. Maar dat je jezelf klein houdt, dat je dingen ziet en denkt, ah, stel dat ik mijn ruimte pak, misschien dat gaat gebeuren in de negatieve zin. Dat zie je ook wel. Ja. Of dat mensen denken, ja, maar misschien ben ik dan niet goed genoeg. Dat er een stemmetje zit op vroeger dat ze zichzelf klein houden. Ja. Maar op een gegeven moment moet je gewoon dat stemmetje gewoon negeren. Dat heb je misschien ook wel eens, dat je denkt, ik zit even naar mijn stemmetje te luisteren. Want dan kan ik het wel, want je hebt natuurlijk ook bepaalde tegenstanders, neem ik aan, waarvan je weet op papier zijn ze gewoon de beste. Ja. Dat je dan toch misschien denkt in je hoofd, kan ik het wel? Maar dat bepaalt ook misschien tuurlijk. Iedereen heeft deze onzekerheden. Ja, ja, en dat maakt je ook mens. En hoe ga je daarmee om? Nou ja, iedereen die dat zegt trouwens, die ze niet hebben, die liegt. Ja, nee, klopt. Iedereen. Ja. Maar dat is ook dat ik dus met deze opname bijvoorbeeld ook stel dat er nog iets helemaal niet goed gaat of wat dan ook, laat ik het er vaak in. Dan zeggen ze wel eens van, hé, maar waarom zat het er nog in? Want dat is een beetje knullig. Ik zeg, ja, maar dat juist daarom. Dat als alles te gelikt is in het leven, dan denk je dat het bij een ander wel perfect is. Nou ja, ik denk juist de mensen die zeggen dat ze niet zijn, dat die juist de onzekere mensen zijn. Ja, want die willen het niet laten zien. Nee, kut. Kijk, dat is niet erg, hè? Fouten maken. Absoluut. Weet je, die kwetsbaarheid. Ja, die in de juiste omgeving nogmaals. Dus daarom is het zo belangrijk om de juiste mensen om je heen te kiezen. Ja, dat is juist hetgene wat je verder haalt. Ja. Want in principe, we zijn, als je elkaar verder kan brengen, of dat nou op de baan is, buiten de baan is, in deze auto is, het is allemaal elkaar verder brengen. Ja. Weet je wel, naar het volgende punt. Want alles wat ik nu zeg, wat ik uitzend, dat weet ik al. Klopt. Ik herhaal wat ik weet. Dat klopt, en jij inspireert anderen weer. Nou ja, dat hoop ik ook dat andere mensen dat bij mij doen. Tuurlijk. Maar en als je daar open voor staat, dan kom je op een gegeven moment verder. En tuurlijk, niet alles is wat ik zeg, moeten andere mensen aannemen of iets dergelijks. Helemaal niet. Ga erover nadenken en denk van, nou, dit is wel, hier heb ik wat aan, hier heb ik niet aan. En ga dat dan verwerken in je eigen vertrouwen, in je eigen dingen. Want je kan het niet kopiëren. Nee, klopt, dat zeg ik ook altijd. Gewoon vanuit jezelf. Maar ik weet zeker, je zet altijd dingen in beweging als je dingen gaat delen. Ja. Ik had opgemerkt dat je met social media nog niet zo actief bent. Dat hoog ik bijna dat helemaal. Maar ik denk juist dat in deze tijd juist een extra instrument is ook voor jou om mensen te inspireren. Want je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt. Je kan zoveel mensen daarmee helpen. Ja, dat is dus een tegenstelling vanuit die ik in mijn karakter heb. Vanuit mijn persoonlijkheid heb. En ook in mijn directe omgeving zit. Kijk, ik ben niet iemand van, oké, jongens, kijk eens wat ik allemaal aan het doen ben. Of, weet je, ik ben heel graag, ook social media, daar heb je geen controle op. Ik heb het dus over de juiste mensen kiezen. Je hebt daar heel moeilijk de controle op met wat.
wat voor mensen ja, je eigenlijk daarin een soort van nee, dan inspireert. Ja. Weet je, kennis, ze zeggen dat kennis is macht. Ja, kijk, heel simpel. Ik vind kennisdeling super belangrijk. Dat helpt elkaar verder. Alleen ik wil wel graag kennis delen met de mensen die daarvoor openstaan. Ja, ja. En die dat graag ook willen doen. En waar ik heb, oké, die hebben ongeveer dezelfde normen en waarden. Dus ja, die mogen, dat kan heel erg verschillend zijn. Ik kan wel zeggen, hey, vind jou een topgozer? Terwijl die heel anders in elkaar steekt. Ja, ja. Dat is allemaal prima, weet je. Die vrijheid moet iedereen hebben. En dat vind ik met social media soms wel lastig. Het feit is dat je eigenlijk een soort van showt. Dat is het idee wat ik heb, dat is een aanname. Ja, maar dat is ook een beetje een aanname, vind ik zelf. Want ik merk het om me heen. Want het is zo van, ik vind jou helemaal niet een groot ego hebben. Ik ben gewoon heel nuchter. En dan, is het, dan zal jou dat ook niet in de weg zitten. Ja. Want op het moment dat jij dat ego te veel gaat gebruiken, dan bereik je ook niet jouw doel. Dan gaat het je tegenwerken, dat geloof ik altijd in. Ja, ja, ja. Maar als je echt oprecht deelt wat je meemaakt en wat jou verder brengt, dan kun je daar meteen indirect ook mensen mee helpen. Ja, terwijl op de baan het soms wel een voordeel kan zijn. Hè? Want daar moet je wel bepaalde zelfverzekerheid hebben en laten zien, hey, ik ben hier de baas. Ja, dan moet je ego soms wel even. Dat is psychologische oorlog. Ja, 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 ja. Dat is, maar hoe ga jij, want jij ziet natuurlijk daar, je maakt alles mee. Je staat ook tussen af en toe bij bijeenkomsten waar die grote namen die je alleen van de media veel bekende omheen lopen. Dat zijn onze tegenstanders. Ja. Heel simpel, als zij besluiten in te schrijven voor het dubbelspel, dan staan wij tegenover Federer, dan staan we tegenover Nadal, dan staan we tegenover Djokovic. En wat doet het met jou als je dan deze mannen tegenover je ziet? Het zijn toch gewoon mensen. Ja, natuurlijk. Maar is het ook even dat je het ook wel mooi vindt? Dat je denkt, dit is toch wel mooi. Dat natuurlijk. Natuurlijk is het mooi. Natuurlijk is dat mooi. Weet je, het is een voorrecht om dat überhaupt te mogen doen. Ja. Zo zie ik het even. Ja. Aan de andere kant, je hebt het ook een soort van zelf bereikt. Ook door, door de hulp van alle mensen om je heen. Het hele team heeft samen met jou dat bereikt. Ja. Kijk, en uiteindelijk komen ze wel in mijn specialisme. Ze komen wel in hetgeen in een dubbelspel. En je ziet eigenlijk dat die jongens, als ze gaan dubbelen, dat ze best wel veel moeite hebben. Het is toch een ander spel. Het is een ander spel. Ja, ja. Kijk, als ze zich op zouden specialiseren, geloof ik erin dat ze ook het beste worden. Absoluut. Maar dan moet je echt op tactisch vermogen. Ja, 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 ja. Moet je daar je voordeel mee doen. Ja. Want ze kunnen natuurlijk ontzettend goed tennissen. Alleen, Federer is bijvoorbeeld wel heel goed bij het net. Nadal is heel goed let op, erin. Slecht wegdek. Djokovic is natuurlijk, die loopt heel erg goed. Hè? Ja. Die heeft een fantastische verdediging, dat is leuk. Maar in een dubbelspel heb je er iets minder. Ja, ik snap het. En het kan misschien ook zijn, omdat ze zo hoog staan in de ranking, dat ze dan in hun hoofd al gewonnen hebben. Dat ze denken, dit kunnen we ook wel even doen. Ja, dat weet ik niet. Of is dat, dat is een aanname, maar dan moet je hun vragen. Kijk, ik geloof wel dat als Djokovic staat te singelen, dat hij het idee heeft van, oké, als die rally komt, ik ben beter. Ja. En dat die gedachte hem helpt om die rally juist te winnen. Vooral belangrijke momenten. Ja, dat ego toch wel even. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik geloof niet dat ze op de baan staan, want dat zal de allergrootste valkuil zijn. Nee, want dan zouden ze nu ook niet in de top zitten. Nee, als je dat makkelijk gaat denken, Nadal is daar echt een inspiratiebron voor. Ja. Hij zegt, ik vecht voor elk punt alsof mijn leven eraf hangt. En het maakt niet uit wie er tegenover staat. Nee, ik snap het. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel bizar. Hoe lang, ik kijk al jaren naar de tennis, dat ze er nog steeds staan in de top 3. Zo lang, ja. dat is wel het allermoeilijkste. Ja, aan de top komen is 1 en dat blijven is 2. Ja. Want je kan natuurlijk, je wordt zo verleid met allemaal mooie dingen, dat je dan op een gegeven moment ook de focus kunt vergieten. Ja, en ook het nieuwe doelen stellen. Dus op een gegeven moment als jij een doel behaald hebt, en het is misschien dan nummer 1 van de wereld worden, of een Grand Slam winnen, dan toch weer nieuwe doelen. Ja, ja, ja. Want wat Joost zei, dat je moet wel geprikkeld blijven, anders dan kijk je er automatisch in. Absoluut. Ja. Kijk, en dat is het mooie ook, vind ik, is dat je wil alleen maar meer. Weet je wel, en ondertussen moet je dus niet vergeten te genieten van wat je al bereikt hebt. Nee, in het moment af en toe ook echt zitten. Want even zeggen van oké, je moet even genieten. Klopt. Ja, en dan weer nieuwe doelen stellen. Ja, ja. Ja, maar dat vind ik wel met je eens. Je moet af en toe ook echt, je zal het ook echt vieren als je weer een overwinning hebt gedaan. In die zin dat je er echt bij stilstaat. Nou ja, soms, laat ik het zo zeggen, ik vind het belangrijk om die tijd te nemen. Maar bijvoorbeeld vorige maand won ik een Challenger toernooi in Koblenz. Ja, en ik had een half uur de tijd na de wedstrijd om even bij te komen. En daarna begon een 30-urige reis naar Santiago Chini. Ja. Weet je, dus ja, dan. En als je in zo'n reis zit, ja, tuurlijk, het is altijd lekker reizen als je gewonnen hebt. Weet je, maar dan ben je eigenlijk ook alweer bezig met het volgende toernooi. Maar je maakt ook echt van alles mee, want laat was je dan ook bij die Australian Open, terwijl die branden daar woeden. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was natuurlijk heel bijzonder.
Ja, weet je, het is gewoon een land wat in brand staat, wat in nood is. Dus eigenlijk wat wij nu ook soort van meemaken. Hè? Er is een noodtoestand in heel veel landen. Een noodsituatie. Ja, dat is een andere situatie. En dat verbroedert het ook wel weer. Weet je, het is wel mooi dat dan uiteindelijk, hè, als je het over verbinding hebt, dat mensen wel verbonden raken en elkaar willen gaan helpen. Wat je bij grote toernooien ziet, de EK, WK, dat zie je dan ook. Ja, dan. Ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk. Ja, het is moeilijk te vergelijken. Nee, want sport blijft sport. Sport blijft een spelletje. Ja. Uiteindelijk is het entertainment industrie. Ja, en dat vind ik soms lastig. Ja. Hè? Dat als ik mijn vriendin zie, die is dan dokter, die helpt echt mensen. Die maakt echt mensen beter. Ja, en die zijn uiteindelijk altijd nodig. Ja, wij kunnen ik vind dat heel eerlijk. Ik vind daar dat veel meer waardering voor moet komen. Ja, dan voor nou ja, wij hebben ook een bepaalde functie. En dat is ook belangrijk. Alleen ja, moet je ook weer in perspectief zetten. Ja, ja. Ja, dat is. Die mensen zijn nu sowieso hard nodig. Ja, in deze tijd helemaal. Ja. Ja. We mogen blij zijn met. Nou ja, goed, op dit moment zijn de scholen nog open. Ja. En, nog wel. Ja, nog wel. Je merkt al, ik was gisteren ook op een school. Dat er wordt wel gespeculeerd van. Nou, ook onder de collega's zitten we er volgende week nog. Ja, maar goed, het is belangrijk zolang ze open zijn. Hè? En ze zijn eigenlijk nu open om de economie draaiende te houden. Om al die ouders, zeg maar, van die kinderen, ja, eigenlijk, zodat zij kunnen werken. En ja, de economie daarin gewoon, dat het blijft gaan, dat het niet helemaal stilvalt. Ja, ik vind ook belangrijk dat we die leraren wel gaan ondersteunen. En dat we de zorg wel gaan ondersteunen. Ja, ja, zeker. Weet je, dus als wij de schappen leeg gaan halen, ja, met al respect. Ja, dat we ook voor hun, die dan wel aan het werk zijn, ook s'avonds nog. Ja, maar dat wij misschien ook zeggen, hé, wij gaan zelf, hè, wij zijn nu even werkloos om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Dat we zelf naar zo'n school toe gaan en gewoon zeggen van, hé, kan ik nog even wat voor je doen? Ja, 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 klopt. Dat is weer die zingeving. Als jij een rol van betekenis speelt in de maatschappij, dan daar zijn we ook voor gemaakt. Elkaar te helpen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, en dat is ook wel, ja, weet je, ik vind het ook mooi, je noemt jezelf altijd graag een inspirator. En dat vind ik ook mooi, maar we kunnen ook op die manier eigenlijk inspireren. Ja, dus, hè, dus op verschillende manieren inspireren. Ja. Ja. Dus ja, ik vind dat wel, daarom in tijden van crisis komt altijd de echte persoonlijkheid van een mens komt eigenlijk naar boven. Ja. En dan blijkt het toch wel dat we met z'n allen best wel een mooi volkje zijn. Dat zijn we ook. Nou, dat is een mooie afsluiter, Sander, want ik denk, we rijden zo'n Leeuwarden binnen. En met de tijden die ik hier op de camera zie, weet ik dat de accu's ongeveer zo leeg gaan raken. Dus, ja, ik heb zo'n. Heb je nog een mooi eindboodschap? Nou ja, goed. Mijn levensmotto is: doe wat je leuk vindt. Ga voor je passie en doe dat 100%. En ontdek eigenlijk daardoor waar je bij zit. Nou, dat is een mooie. Ik denk dat. Let op verderop, gevaarlijke situatie. Daar sta ik eigenlijk voor en vooral dat doe wat je leuk vindt en uiteindelijk en spelen, denk ik. Gewoon lekker spelen en ontdek de wereld. Ja. Weet je, op het moment dat je binnen blijft, ja, daar blijft alles hetzelfde. Kijk, de online wereld, het is belangrijk, het is een houvast voor mij om telefonisch contact te hebben, via de app, et cetera. Maar uiteindelijk, kwaliteit is gewoon met elkaar afspreken, is in elkaar in de ogen kijken, is de emoties kunnen aanvoelen. Ja, verbinding onderling, daar doe je het voor. Ja, en dat bedoel ik dus nu ook te zeggen met zoek die mensen, zoek de kwetsbaren of zoek de ouderen, blijf die opzoeken. Klopt. Weet je wel, dat is gewoon heel belangrijk. Dat stukje lichamelijk contact, hè, zonder dat je nu daadwerkelijk hoeft te knuffelen of, hè, dat is nee, maar dat is al liefde. En ook al hoef je niet te knuffelen. Let op, stilstaand voertuig. Dus daar is ook waar het volgens mij allemaal om draait in het leven, de essentie. Nou ja, voor ons, voor anderen ligt het weer anders. En dat is het mooie, denk ik, is dat iedereen mag zelf gaan bepalen hoe hij of zij haar leven wil gaan invullen. En die vrijheid? Ja, die hebben we gelukkig. Ja, wij wel. Maar een heleboel anderen helaas in de wereld niet. Nee, maar en als ik een wens zou mogen hebben, dan zou ik dat voor iedereen gunnen. Gewoon vrijheid. Vrijheid van echt je mening kunnen vormen en ook te kunnen doen wat je uiteindelijk echt wil. Ja, we beseffen misschien niet eens hoeveel vrijheid we hebben. Nu beseffen we misschien meer dan dat we. Nou ja, als je in Australië komt en onze eerste toernooi is, was aan Canberra, die wordt dan meteen verplaatst. En weet je, dan in één keer, of nu met de corona, je realiseert je in één keer van, hé, die vrijheid. Weet je, landen gaan op slot. Ja, dus, die voel je. Dus dan in één keer gaat de vrijheid. Ja, maar dit is voor heel veel landen in de wereld, of heel veel bevolkingsgroepen, is dit. De eerste keer. Nou ja, misschien meemaken. Ja, maar is het voor hun eigenlijk de gewoonte?
gewone zaak, dat ze die vrijheid hebben. Ja, ja. En dat is wel iets wat we nu zelf kunnen gaan realiseren. Van hé, nou gaat in één keer onze handel en economie gaat dicht. Straks gaan misschien zelfs de grenzen gaan dicht. Ik bedoel, ja, dat raakt wel onze kernwaarden. En is ook een mooi moment om daarbij stil te staan. Dat is een hele goeie. En laten we dat ook blijven doen. Ik zal jou een elleboog geven. Ja. Want we houden ons een beetje aan de regels natuurlijk. Ja. En ja, dit interview staat denk ik deze week, komende week online. Ja, dat is mooi. Bedankt kijkers. Ja, dankjewel. En on chat, hè? Ja, on chat.